Welkom, fijn dat u luistert naar inmiddels de tweede aflevering van Een Nieuw Begin. In dit moment, zo dicht bij de jaarwisseling in het nieuwe jaar 2024. Ik ga u nog één keer een gezegend en een voorspoedig nieuwjaar toewensen. Voor ik er ook mogen doen, ga ik nog één keer doen. En nogmaals, dat het een jaar mag zijn wat voor u, voor jou, zegen gaat brengen. De eerste aflevering was Adam, waar ben je? De tweede is. Abraham, waar ben je? Of Abram, waar ben je? Waarom? Omdat we spreken over een nieuw begin. En in Genesis hoofdstuk 12 maakt de Heere God werkelijk een nieuw begin, wat de mensheid, de geschiedenis daarvan, blijvend zal beïnvloeden. Ik lees uit Genesis hoofdstuk 12. De Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land. Uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Let wel: deze man, deze aartsvader, is 75 lentes. En dat kan een uitstekend moment zijn om nog altijd een nieuw begin te hebben. Dus ouderen en jongeren. Geen wanhoop, in tegendeel tot op hoge leeftijd wil de Heere God ons groen en fris doen zijn. Dit is echt een nieuw begin. Wat ging daar eigenlijk aan vooraf als ik de stap zet van Adam naar Abraham? Dan zijn we al heel wat opgeschoten in de geschiedenis van de mensheid na de zondeval. De zondvloed die er zou komen waarbij, waarbij de Heere God een nieuw begin maakt met Noach en zijn zonen maar ook bij de toren van Babel waarin hoofdstuk 11 wordt gesproken, daar is het niet zozeer God die een nieuw begin aan het maken is, maar daar is de mens die een nieuw begin aan het maken is, omdat ze zeggen, weet je, ik lees uit hoofdstuk 11 van Genesis. We laten we een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten we voor onze namaak anders worden we over heel de aarde verspreid. God gaat dat bezien en die gaat die menselijke oplossing voor dat nieuwe begin. in verwarring brengen. doordat de talen, de dialecten, de talen en dialecten. veranderd worden. En je krijgt dan vanaf dat moment taalgroepen. Opmerkelijk, die torenbouw van Babel. dat is niet het plan van God, is niet zijn nieuwe begin. Nee, in plaats van een stad kiest hij uit één man. En zijn naam is Abraham. Die Abraham is een bijzonder iemand. Hij verschijnt. In de geschiedenis min of meer plotseling. Er wordt gesproken over hem, ook in hoofdstuk 12, trouwens, over hoe zijn geboorte waar hij vandaan komt. Hij komt dus uit Ur van de Galdeën. Dat is een flink eind, meer dan duizend kilometer richting het beloofde land. En God is hem aan het roepen. En opmerkelijk. En nogmaals, ik, ik hoop dat u of jij iets pakt van het monumentale, dat nieuwe begin voor de complete mensheid, wat we hier tegenkomen. Dat de Almachtige, die neemt het initiatief en die zegt tegen Abraham, ga uit je land, je familiekring en uit het huis van je vader. Het is een, een soort familie, klein is dus niks mis mee, maar het is een, een unit waarvan hij wordt gevraagd om die te verlaten. Letterlijk een nieuw begin. En dan staat er dat de Heere God zegt, ik zal u tot een groot volk maken. Ja, deze man is kinderloos. Hè? We weten, 75 jaar oud en kinderloos. En dan, word je, dan krijg je te horen, ik zal u tot een groot volk maken. En dan komt het u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Welk woord in het kader van het nieuwe begin valt ons hier eigenlijk op? Misschien is het je opgevallen: het is het woord zegen of zegenen. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen: persoonlijke zegen voor Abram. Uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Hij ontvangt zegen en hij mag die zegen letterlijk doorgeven. En dan wordt er een cruciale keuze gemaakt. En die alles te maken heeft met een nieuw begin. God zegt: Ik zal zegenen wie u zegent. Wie u zegene. Het begint met Abraham, die ontvangt de zegen. Hij wordt een zegen. Daar kom ik straks heel graag op terug. Maar er gebeurt nog iets anders. Het is voor de bevolking van de wereld van het grootste belang. om Abraham te zegenen. En zijn nakomelingen. En dat zal voor Abraham een heel moeilijk iets gaan worden. Want wat doe je ermee als je op je 75ste levensjaar. beloofd wordt dat je een groot volk bent maar die zoon die komt maar niet. Een strijd in dat leven van Abraham. Je zit met geweldige beloften, maar wat gebeurt er eigenlijk in de realiteit? Dat nieuwe begin. Ja, het is in die zin een nieuw begin dat hij op weg gaat, dat hij op pad gaat, dat hij datgene doet wat God hem verteld heeft. En ik lees daar nog iets uit uit Genesis hoofdstuk 12. Abraham Nam Sari zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer, zijn neef dus, en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen op weg om naar het land Kanaan te gaan en zij kwamen in het land Kanaan. En nou wordt het helemaal interessant over dat nieuwe begin. Het gaat over een land wat wij kennen, maar onder een andere naam tegenwoordig, namelijk de naam Israël. Maar dat is het land, het heet dan nog Kana aan. de Kana en Nieten zijn op dat moment in dat land. En die plek gaat de plek worden van dat nieuwe begin, het nieuwe begin wat Abraham zal vertegenwoordigen. Hij gaat erheen, ze komen daar en dan staat er dat hij trekt door dat land heen tot aan de heilige plek bij Sichem, Schem in het Hebreeuws, dat is het huidige nabloes in Judea en Samaria. Tot de eik van More. En de Kanaanieten woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heere aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En vandaar trekt hij verder naar het bergland ten oosten van Bethel. Dus hij gaat verder op pad. De plek waar hierover wordt gesproken in verband met dit nieuwe begin, namelijk het nieuwe begin in het land Canaan, ken ik. Ik zei het al, de naam is Sichem, zal in de Bijbel nog vaak genoemd worden trouwens. De huidige naam voor de plek is dus Nabloes. Dat komt van het woord Neapolis, wat de Romeinen eraan gegeven hebben, dus aan die plek Sichem. Maar binnen het Arabisch heb ik begrepen of hoe dan ook, daar is die P wat moeilijk uit te spreken, dus het werd Nabloes. Tegenwoordig is dat bediscussieerd gebied. Het, de Eik Moré, Elon Moré, daar is nu een Israëlische nederzetting. Ik ben daar ook geweest en als je daar staat dan kun je kijken naar Sichem. Dan kun je die bergen zien, de Ebel en de Gerizim, de berg van de vloeking en de berg van de zegening en dan kun je zelfs nog zien op die berg van de vloeking interessant genoeg het altaar wat Jozua daar ooit heeft Gebouwd. Lieve mensen, dit is geschiedenis die ongelooflijk actueel is. U weet in het afgelopen jaar, Israël is nogal in het nieuws geweest. Wat gaat er allemaal dit jaar, dit jaar gebeuren? Ik verzeker u, Israël zal in het nieuws blijven. Het nieuwe begin, wat alles te maken heeft met zegen, is bediscussieerd. Er staat een principe in dat de Heere God zegt... Ik zal zegenen wie u zegenen. Abraham zal zeven zonen krijgen. Ook bij bijvrouwen. De oudste die geboren wordt is Ismaël. Dat hij wordt gezien als de vader van de Arabische bevolking. Hij is de oudere broer van degene die geboren wordt, Isaac. Die naam betekent hij zal lachen. En deze Isaac... Zal degene zijn, lees u maar de Genesis, via wie de eerste belofte loopt. Namelijk om het volk van God te zijn, het eigendom van God. Als we het hebben over het nieuw begin. Ik weet niet hoe u aankijkt tegen Israël, tegen het beloofde land. Maar besef dat er een principe ligt, eigenlijk een eeuwig principe. Dat als je dit volk zegent, die nakomelingen, wat we gelezen hebben, Genesis hoofdstuk 12, die nakomelingen van Abram. Dan zul je gezegend worden. Weet je, ik ben bewogen met de mensen in Israël, die bijvoorbeeld islami't zijn, en de volken eromheen. Israël zit er in een zee van, van, ja, van de islam, zal ik maar zeggen. Wat zou er gebeuren als deze volken Israël zouden gaan zegenen? Zoveel zou veranderen. Ze zouden zelf gezegend worden. Ik gun ze dat. Maar interessant is dat er voor die volken wel degelijk een lijn ligt via. Abram en dan Hagar, zijn slavin, richting Ismaël. En dan kun je zeggen, maar dat is toch wel heel ver weg op dit moment. Nou, ik wil u daar in later uitzending nog iets van zeggen. Abram wordt door God geroepen. Abram, eigenlijk, waar ben je en hij gaat. In de Romeinenbrief wordt iets gezegd over deze man Abram. Hij wordt namelijk genoemd, ik lees dat in Romeinen hoofdstuk 4. Hij wordt genoemd de vader van hen die besneden zijn, dus van het Joodse volk. Voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Dat hij had toen hij nog onbesneden was. En hij wordt genoemd de erfgenaam van de wereld. We hebben het over de Abrahamitische godsdienst en de Abraham-akkoorden. Maar zo belangrijk om te beseffen dat deze man onze geestelijke vader is, die opvalt op het moment dat God hem roept: Waar ben je? Hij op weg gaat, en hij in zijn gehoorzaamheid, zelfs in het offeren, zijn bereidheid zijn zoon te offeren, is het voorbeeld om de Heere God te dienen als gelovige.